urupfu nicyo kibi kiruta ibindi ariko rutubera inzira inzira igana ikiza kiruta ibindi Kizito Mihigo is geboren op 25 juli 1981 in Kibeho in het zuiden van Rwanda. Hij is het derde kind uit een gezin van 6 kinderen. In 1990, op 9-jarige leeftijd, begint hij liedjes te componeren die zijn talent verraden. In 1994, tijdens de genocide tegen de Tutsis in Rwanda, verliest Kizito een deel van zijn familie, waaronder zijn vader. In de nasleep van de genocide wordt Kizito geknaagd door pijn en wraakgevoelens. Het is pas op het seminarie waar hij ingeschreven was dat hij erin slaagt om de beulen van zijn vader te vergeven. Ongelooflijk genoeg put hij het diep verdriet die hij voelt als overlevende van de genocide kracht en inspiratie om vergeving, liefde en verzoening te brengen. In 2001 kreeg Kizito een beurs van de Rwandese regering om verder te studeren aan het Conservatorium van Parijs, waarna hij een muzikaal internationale carrière begint met België als thuisbasis. I love you, Kizito! Amerika no Murayi, Asia na Oceania, Nibidu chumpichire, Ariko nitwiba jive, Koturaba na Mubwana. In 2011, bij zijn terugkeer in Rwanda, wordt Kizito Mihigo als een heilige onthaald. Stadions, kerken en concertzalen stromen vol bij zijn aanwezigheid. Naast de liedje van de artiest die een hit worden, zijn het de vredesboodschappen die hij verkondigt via de stichting Kizito Mihigo for Peace, die het publiek zo weten te verleiden. De Rwandese televisie laat hem zelfs een programma om een Sanzo Muhanzi presenteren, wat vertaald kan worden als de bijdrage van de artiest. Sanzo Muhanzi, nikiganiro mutegurirwa kandi mugezweho na Fondation KMP. Maar ver van de glitter, ver van het applaus, ver van de lofuitingen, ver van de menigte en ver van het leven van een superster, wordt Kizito Mihigo een diep gemist. Omdat hij de vaste overtuiging heeft dat hij de missie van verzoening van de Rwandese mist waarvoor hij denkt geschapen te zijn. Je devait me choisir à nous et que son nom devrait signifier ce que je suis, en tout cas ce que je veux être de tout cœur, je m'appellerai le Rwanda, réconcilié par le Christ. C'est pas mal comme appellation. Het is met de verzoening van de Rwandese in het achterhoofd dat hij in maart 2014 het lied Yusuwa no Kurupu uitbrengt, dat vertaald kan worden als de betekenis van de dood en waarin hij eer betoont aan alle slachtoffers van de Rwandese tragedie. Op 6 april 2014, amper een maand na de release van het lied, wordt Kizito Mihigo slachtoffer van een gedwongen verdwijning. Hij verschijnt 10 dagen later met geboeide handen geflankeerd door Rwandese politieagenten. In mei 2018 legt hij van zijn gevangeniscel uit dat hij gevangen zit vanwege zijn verzoeningslied. Rwanda is devenu une prison à ciel ouvert. À chaque fois que tu évoques, est-ce le sujet des autres victimes, des gens qui sont morts, du FBR, tu es totalement traité de négationnisme ou de révisionnisme. Je n'ai pas été arrêté, j'ai été enlevé et détenu pendant longtemps. On m'a dit que je dois plaider des coupables. On me disait que je n'avais pas de choix si je devais survivre. Mon emprisonnement a deux raisons. Il y a une raison cachée, qui est ma chanson sortie au mois de mars 2014, une chanson réconciliatrice. Imfubyi ariko nikanyibagiza abandi bantu François était vraiment je dirais la plus
obligé de mon message de réconciliation. J'arrivais à une étape où j'exprimais la compassion pour toutes les victimes, non seulement des victimes du génocide, victimes que je suis, mais aussi des victimes d'autres violences, des vengeances commises par les FPR, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Je suis en fait au courant qu'il y a beaucoup de Rwandais qui ont vécu pas mal de violences et qui ne sont pas encore reconnues comme génocide. Il faut que chaque souffrance soit reconnue. Op 15 september 2018 wordt Kizito Tomihiko vrijgelaten na een presidentiële pardon. Eenmaal vrij voelt hij zich nog meer gevangen dan in de gevangenis. Hij had gehoopt door zijn stilzwijgen toestemming te krijgen om zijn activiteiten en die van zijn stichting te hervatten, maar hij wordt bedreigd met verdwijning in geval van wangedrag. De zanger heeft geen identiteitspapieren meer en heeft zelf moeite om te verleven met gebrek aan contracten. Begin 2020 vertelt hij aan Human Rights Watch dat hij bedreigd wordt om vals getuigenis af te leggen tegen politieke tegenstanders en vertelt hij de organisatie dat hij het land wil verlaten omdat hij vreest voor zijn veiligheid. Op 13 februari 2020 maakt de politie bekend dat zij de zanger hebben gearresteerd. Volgens de officiële versie zou hij geprobeerd hebben illegaal de grens over te steken om zich aan te sluiten bij terroristische strijdkrachten die het land bestrijden. Een paar dagen later, op 17 februari, kondigt de politie zijn zelfmoord in hechtenis aan. Een officiële versie waar niemand in gelooft. Na urambabaria, na nasari.